Nou, en misschien zit er wel een kleurtje bij, maar het zijn geen leuke kleurtjes. En ik wil wel leuke kleurtjes hebben. Oké. En ze zijn allemaal dood. Nice. Yo, ik heb een les voor je en leuk te kijken naar een nieuwe aflevering van Ark Survive Evolved hier op de Island server. En er is een Tyrannosaurus, die is mijn muur aan het aanvallen. En level 12. Huh, ik laat jou... Ik wil Tap T-Rex die ik heb getemd. Yes. Ik wil je laten zien, dus je kunt nu gelijk even in actie gaan. Om deze teer niet te killen. Oké. Okay. Kill hem! Waarom kun je hem niet killen? En hij is dood. En nice. Dus dit is hier niet toe. Dit is een Tech Rex. Hij is nu level 152. Hij is gewoon, eigenlijk gewoon niet zo goed. Niet zo heel hoog level. Wow, kijk die back. Dat lichtgeven, dat is best wel nice. En ja, die heb ik getemd. Die kwam ik tegen toen ik met mijn Archer aan het vliegen was. En ja, op zich. Het is best wel een leuk... Leuke skin. Ja, het is eigenlijk geen skin, want als je ziet van kijk, het is geen skin. Ze spawnen nu gewoon in de wereld vanwege het archaeology event of zo. I don't know. Ik heb hier een mammoet, die gebruik ik om hout te halen. Heb je een hout in jou? Nee, maar je hebt wel levels. Die gaan in melee damage. Nice. Een mammoet heeft echt een TLC nodig, vind ik. Want ja, een mammoet ziet er op zich lelijk uit. En de animaties zijn gewoon poep. Yes, in je mobile. Nou, als er een alpha groet van een bone pile afkomt, dan zit daar loot in. Want ik vond loot in zo'n bone pile. Ik zal even kijken waar ik het heb gelaten. Even kijken. Het zit ergens hier in weapons en armen. Yes. Waar is hij gebleven? Hè? Wacht, zit het in mijn smithy? Nee. Oké. Okay. Ik kreeg namelijk een blueprint voor een Mastercraft... fur armen, of een fur chest piece. En met best wel goede stats uit zo'n bone pile die ik toevallig tegenkwam. Maar als je mij ziet, dames en heren, wat we deze aflevering gaan doen, wat je in de titel waarschijnlijk wel hebt gezien. In deze aflevering laat ik jullie mijn nieuwe mutated raptor zien. Hier is een aantal staan. Dit zijn twee, ja eigenlijk twee kleuren die ik kreeg uit 500, nee, bijna 600 eieren. Deze heeft een color mutation voor de onderkant van zijn body. Even kijken, hier, ik heb hem zien. En deze is helemaal rood. En ik vind deze er heel geweldig uitzien. Het rode is zo geweldig. Even kijken, ja, je hebt ook een mutation daar. En ik heb deze twee heb ik gebreed met elkaar. En daar, kijk, hier heb je er nog eentje. Dit is precies hetzelfde als deze hier. Volgens mij. Ja, allebei females. Dan heb ik hier deze, dit is iets van de paarse. Dit is ongeveer paars volgens mij, ja. Dus, oké. Okay. En hier hebben we de raptors die hier uitkwamen. Dit zijn de combinatie van deze raptors. Ik vind ze er zo gaaf uitzien. Rood en dan een cyan blauw aan de onderkant. Echt wel nice. Namelijk, we hebben hier een male en een female. En deze is ook een... wacht. Bones, ik heb geen bones nodig. Dit is ook een mutation die ik heb gekregen. Hier zit een beetje donkerblauw... Donkerblauwe kleur in. Hij is donkerblauw met zwart. Kijk, aan de veren kun je zien dat het donkerblauw is. En ik dacht van, hey, laat ik die blauwe kleur ook eens ondergooien. Die cyan kleur. En dat is deze raptor eruit geworden. Ook geen slechte raptor. Dit zijn eigenlijk de drie raptors die ik wil gaan gebruiken. Gewoon om weer te jagen. Dit zijn dus echt mijn mutated raptor squad. Voor de rest heb ik een andere Archie getemd. Deze Archie getemd, want dit is Archie, onze female. Die is bijna max level. En ik kwam een level 140 Archie tegen bij de volcano toen ik metal aan het halen was. Die heb ik getemd. En ik zit ze te breeden. En het grootste nieuws is... Ik gebruik de mod Classic Flyers. Dat is niet het grote nieuws, maar dat wil ik gewoon even zeggen. Ik gebruik de mod Classic Flyers. En er was altijd één probleem aan de Classic Flyer mod. En dat was dat namelijk... De Archie, de nieuwe Archie, dus dit model van de Archie, die zat niet in die mod, omdat de mod nog niet geüpdate was. Oftewel, Ark had nog niet het nieuwe model van de Archie, had het Ark nog niet in de modpack gedaan. En nu is het wel het geval. Dus ik kan nu mijn Archies, kan ik nu gaan levelen
in movement speed. Dat kon ik voortaan niet. En het probleem is, Argy is bijna max leveled. Zoals je ziet, ik heb hem 3 levels gegeven in movement speed. En dat is bijna max leveled. Dus ik kon hem niet echt nog meer ja, geven in movement speed. Dus ik ga deze twee breeden. Ik hoop een Argy te kunnen krijgen met goede mutations. En dan ga ik op level in movement speed. En eigenlijk gewoon een perfecte Argy hebben. Dus dat gaan we deze aflevering ook doen. De Raptor Squad, ik hoef niet echt te jagen of zo met de Raptor Squad. En ik kan zien, ik heb een heleboel waaien. Hoeveel zijn het? 116. Het is niet echt heel veel, maar we kunnen kijken. Hier is ook nog een Raptor, op een of andere manier. Oké, voor mij was dit een van de eerste Raptors die ik had. Laat ik hier even heen gaan. Come on, deur dicht. Nice. Dan ga ik even de fuel hierin stoppen. Dan zet ik hem aan. Zodat de airconditions aangaan. Dan ziet hij een heel klein mooi raampje. En dan ziet hij extra aan, want dan kan ik hier eieren pakken. Nice, pak even wat eieren. Nice. Oké, alleen het probleem is nu wel. Ik moet die ding killen. Maar hoe ga ik die dingen killen? Laat ik eventjes jij gaan stoppen. Met wanderen. Een hitje. Maar kan ik niet op jou vliegen? Hallo? Oké, die wel. Oké. Nice. Maar ik gebruik jou gewoon om het killen van al je baby Argies. En als we geen mutaties krijgen, dan stop ik hem weer aan. En dan laat ik een hele nacht breeden. En dan heb ik 500 eitjes als ik terugkom. Dus, nice. Laten we even een paar eitjes uitkomen. Zitten er mutated Argies bij? Nee. Ik zie niet echt een leuke kleurtje die ik wil hebben. Dus dan gaan we eventjes Argies killen. En ze zijn allemaal dood. Nice. Zo breed ik eigenlijk altijd. En wat ik waarschijnlijk ga doen, als ik een Archie heb, die perfect qua kleurtjes en mutations, dan laat ik mijn twee Archies, deze Archie en die Archie die daar staat, kijk, daar, die laat ik dan even breeden. Die geef ik iets van 400 eieren. En dan ga ik gewoon alle Archies killen met mijn nieuwe gemutated Archie, want dit geeft zoveel levels voor een Archie. En voor elke dino, by the way. Nog maar een paar ijsjes droppen. Hebben wij een mooi kleurtje te zitten? We hebben geen kleurtjes. Gewoon stat mutation, dat boeit mij niet echt heel erg veel. Aangezien het PvE is. Maakt het mij niet echt heel veel uit. De stat mutation bedoel ik meer dat hij geen mutation kleurtje heeft. Maar bijvoorbeeld een ietsjes hogere health mutation heeft. Een ietsjes hogere melee. Dat maakt me niet echt heel erg veel uit. In PvP kan ik begrijpen dat het wat uitmaakt. Maar ik vind het niet echt heel erg nodig. Deze zijn weer niet mutated. En die zijn ook allemaal dood. Nice. Oké, dat was de eerste load met eitjes. Dan gaan we kijken of we er nog wat meer kunnen gaan killen. Als we... Even kijken, ik kon het net bij. Yes. We hebben nu nog 101 eieren. Als wij één color mutation kunnen krijgen aan deze 100 eitjes, dan ben ik daar best wel blij mee. Ook kunnen we er maar eentje krijgen. Hebben wij een kleurtje ertussen zitten? Nee, misschien wel. Maar het is gewoon, ik wil gewoon leuke, kleurige kleurtjes hebben. Ik wil geen saaie kleuren hebben. Dat vind ik gewoon niks. Dat moet niet. Je moet gewoon een mooie kleurige Archie hebben. En hier. Nee. Oké, die zijn allemaal dood. Nice. Allemaal weg. Oké, nice. Deze laatste paar eitjes. En dan moet ik weer een nieuwe pakken. En nee, alweer niet. Wacht, je hebt een witte staat. Oh, je hebt ook witte staat. Oké. Ik weet eigenlijk ook niet wat de color regions zijn van een Archie. Dan bedoel ik mee wat voor gedeeltes een kleur kunnen hebben. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Oké, kan ik weer een eitje pakken? Hallo, game. Wacht, oh, ik kon het net. Dit is zo glitchy, echt. Eerlijk, kan ik wel eitjes pakken? Kijk, nu kon ik het wel. Oké. Nou, ik pak het meer eitjes. Dit is altijd zo laggy als ik een heleboel eieren pak. Maar dat maakt niet uit. Oké, meer eitjes. En hebben wij een color mutation? We hebben geen color mutation. Nice.
Weet je wat, ik ga gewoon de andere eitjes ook neergooien. Ik zit probably vast. Waarschijnlijk wel, yes. Er zijn een heleboel baby archies, maar geen color mutation. Nee, oké. Okay. Jongens, dit gaat een massacre worden. Er gaat zoveel dood hier nu. En toen waren ze ook allemaal weg. Allemaal weg. En ik heb een level. Ik heb een level. Oké, ik ben al level 84, nu 85. Dat komt gewoon puur omdat ik echt een heleboel baby raptors heb gekild. Om door die mutaties te krijgen. En ik krijg gewoon... Ook je character krijgt daar enorm veel levels door. Oké, nog meer baby archies. Oké, ik drop ze allemaal tegelijkertijd neer. Kan ik waarschijnlijk er vast te zitten... Oh nee, niet. Zitten er kleurtjes bij? Niet echt. Nee, niet echt. Oké. Okay. Nou, dan gaan we weer. En toen waren ze ook allemaal weer weg. Oh nee, er is maar eentje over. Er was nog... er was nog één archie over. Die zag al zijn broertjes en zusjes uitgemoord worden. Oh, wat zielig. Okay, yes, ik zag het net. Yes, oké. Okay. Even kijken. We kunnen nog wel... Even kijken. Hierna kunnen we nog één keer helemaal volladen. Of misschien twee keer. Kom op. Geef me een color mutation. Een leuke. Dit is geen leuke color mutation, Ark. Het is niet leuk. Nee. Oké, okay, ik ga deze eerst even allemaal killen. Oké, okay, nice. Oké, okay, nou, deze eitjes even allemaal. We hadden 114 eitjes, dat moeten we goed onthouden. En we hebben geen... Nog... Ja, ja, ik zie een mutation. Ik zie een mutation, bij deze twee hier. Jij en jij hebben een groen hoofd. Als het goed is, zit dit een mutation. Yes, het is een mutation. Oké, okay, dus we hebben een mutation, wat een groen hoofd is... En ik vind het niet echt mooi, maar we hebben in ieder geval een mutation. Oké, okay, ik parkeer jou over een hoek. Oké, okay, jullie twee. Kijk, jullie hebben een soort van groene hoofdmutation. Ah, het zeg, het is niet echt lelijk. Het is niet lelijk, het is ook niet mooi, maar het is ook niet lelijk. Ja, ik weet het, slaat nergens op, maar ja, het is zo. Nou, ze geven een pick-up mod doen, zodat ik jullie eventjes kan verplaatsen. Even kijken, behavior disabled wandering. Heb ik dat bij jou gedaan? Yes, oké. Okay. Pick-up. Stop met mij volgen. Yes, dan ga ik eventjes naar mijn nanny. Ja, als het goed is hier mijn nanny. Yes, die nanny gaan we aandoen. We gaan jou hier droppen. Dat is een hele kleine vogel. Oké, okay, even kijken. Ik wil hier... Nee. Hitch, nee. Unhitch. Pick-up. Yes. Dit is weer een Tyrannosaurus die mijn hek probeert kapot te maken. Dat kan hij proberen als hij dat wil. Wat voor level citeert hij? 90. Nee, het hek gaat een beetje kapot. Nee! Nee! Oh, ik haat het zo erg. Jongens, meisjes, dames en heren, dit is wat je nooit moet doen. Ik heb namelijk een Super Spyglass mod. En als je de Super Spyglass mod, als je dit Spyglass in je hand hebt en je drukt op Escape, dan is je... Dan gaat je game vastlopen. Kijk, ik zit nu in hoe heet het ding? In een Escape menu en ik kan hier niet meer uit. Dus nu moet ik mijn game helemaal afsluiten en opnieuw opstarten. Ik haat dit zo erg. Waarom druk ik op de Escape knop? En daar ben ik weer. Mijn game heeft opnieuw opgestart. Want de Super Spyglass mod. En op escape drukken. Het is irritant. Maar we gaan even alle laatste eitjes pakken. En die gaan we ook even laten uitkomen. En hopelijk kunnen wij een hele mooie kleur krijgen. Als mutation. Ik ben overeenkomen. Ja, dat zou ook wel natuurlijk zijn. Laten we even een gedeelte van de eitjes droppen. Is dat genoeg? En wat hebben wij hier? Wij hebben helemaal niks. Nee. Nou, niet precies, zit er wel een kleurtje bij, maar het zijn geen leuke kleurtjes. Ik wil wel leuke kleurtjes hebben. Oké. Okay.
En ze zijn allemaal dood. Nice. Nice, nice. Oké. Hoeveel ben je nog weg van het volgende level eigenlijk? Oh, je bent maxed. Ben je maxed? Nee, je bent bijna max level. Ik denk dat je daar deze laatste archers killt, dan ben je max leveled. Oké. Okay. Geef me een mooi kleurtje. En ik zit vast. Oh, toch niet meer. En... nope. Geen kleurtjes. Kan gebeuren. En, nou, dat waren... Oké, okay, even kijken. Je hebt een level erbij. Nieuwe movement speed. Oh, je bent er niet maxed. Oké. Okay. Oké, okay, dus je kunt nog een beetje meer levelen. Ik parkeer jou hier weer. Yes, ik ga jou hitchen. Nee, hitchen. Behavior enable wandering. Nice. En maak mij nog wat meer eitjes. En ik heb ook een level. En die doen wij in. Stamina. Nice, 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 nice. Oké, nou, we hebben even kijken. Irritation gehad op een tweeling. Die hebben een groen hoofd. Die zijn als goed als hier. Ze zijn ietsjes groter. Dan kun je het ietsje beter zien. Ze hebben een groen voorhoofd. That's it. We hadden 114 eitjes of zo. En dit zijn de enige mutaties die we hebben gehad. Ja, dat kan. Dat kan. Ik ga offscreen nog wel een heleboel meer archies laten uitkomen. Hopelijk krijg ik wat meer kleurtjes. En dan gaan we in een van de volgende aflevering kunnen jullie zien. Ja, hoe het is geworden. En hoeveel mooie kleurtjes we al hebben gekregen. Even kijken. Milo is hier ook nog. Ik doe die ook even gewoon naar buiten. Nou, je kunt zien, ik heb een heleboel reps overal random staan. Oh ja, ik heb ook nog deze gele mutation. Die is helemaal geel. Ik kan hem ook even zo'n cyan blauw onderbuik geven. Alleen, vond ik niet echt mooi. Je hebt een beetje een geelachtige camo repte. Is op zich best wel nice, maar ik ga die denk ik niet gebruiken. Want ik gebruik alleen deze drie reptes hier. Die ga ik zelf nog een beetje levelen. Voor mij heb je ook een aantal levels. Oh, jullie hebben een aantal levels. Hoe kun je 101... Hoe kun je 101% imprinting hebben? Heb jij ook 101% imprinting? Ja, oké. Okay. Hoe kun je ze 101% hebben? Hebben ze dan 1% meer? Soms begrijp ik Ark niet helemaal. Maar jongens en meisjes, dames en heren, ik denk dat dit het einde is van deze aflevering van Ark Survivor Evolved. Vond je deze aflevering leuk? En wil je meer van deze aflevering zien? Laat natuurlijk een like achter op deze video. Abonneer als je nieuw bent. En hopelijk zie ik je allemaal terug in de volgende video van Ark hier op mijn kanaal.